Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Daily Minutes PS vandaag gaat over micronaties en grenzen. Niemandsland, bestaat dat eigenlijk wel? De niet-juridische betekenis is een gebied waar nooit iemand komt of waar niemand bezit van claimt. Dat klopt soevereiniteitshalve gevoelsmatig ook weer niet helemaal, want op Antarctica komen grote delen van dat continent nooit mensen. Maar ondanks internationale afspraken zijn er daar toch diverse, zowel letterlijk als figuurlijk bevroren claims. Volgens het Antarctisch verdrag zijn die claims namelijk tot nader order opgeschort, waardoor er daar toch sprake is van niemandsland. Onbewoonde eilanden, ook op grote afstand, kunnen echter tot een land behoren en zijn dan weer geen niemandsland. Het begrip niemandsland wordt eigenlijk voor twee verschillende begrippen gebruikt. Het ene is het enigszins beladen begrip van het gebied tussen twee frontlinies. Met name bij de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog roept dit trieste associaties op. Het gebied na de paspoortencontrole op vliegvelden is ook een vorm van niemandsland. De term niemandsland stamt uit het Engels van net na 1300. Het ging daarbij vooral over land waarvan het eigendom door meerdere eigenaren werd bestreden. Een heel duidelijk voorbeeld van niemandsland bestaat tussen de Amerikaanse marinebasis Guantanamo Bay en de rest van Cuba. Er is een band van 13 kilometer breed aan Cubaanse zijde langs het gehele 28 kilometer lange hekwerk van de Amerikaanse basis dat door Cuba vanaf 1961 volgeplant is met dichte cactusbegroeiing. In een daad van opmerkelijke eensgezindheid hebben de VS en Cuba het gebied daarop voorzien van zo'n 55.000 landmijnen, waarmee het op één na grootste mijnenveld van de wereld een feit was. President Clinton liet in 1996 de mijnen weer verwijderen. Het gebied wordt sinds de Koude Oorlog ook wel aangeduid met het cactusgordijn, als tegenhanger van het ijzeren gordijn dat tussen Oost- en West-Europa stond. Op dezelfde manier als bij Guantanamo was het gebied rond de Berlijnse muur en andere delen van de grens tussen Oost en West destijds niemandsland. Het niemandsland bestond daar gewoonlijk aan de Oost-Europese zijde, omdat daar het belang van afscheiding bestond om te voorkomen dat burgers naar het Vrije Westen zouden weten te vluchten. Bij de Berlijnse muur was het doorgaans een relatief smalle strook land tussen de beide landen, met iets verderop op DDR-grondgebied een tweede muur waartussen vaak wachttorens stonden. Overigens stond de Berlijnse muur doorgaans op 1 of 2 meter afstand van de grens en op diverse plekken zaten er poortjes, zodat mensen ook aan die kant desnoods door de Oost-Duitse grenspolitie konden worden gearresteerd. De reden van het stukje niemandsland aan de West-Berlijnse kant was dat de arbeiders die de muur bouwden destijds niet op West-Berlijns grondgebied mochten komen. Veel West-Berlijners hadden de gewoonte om blikjes en ander afval over de muur proberen te gooien, waarbij ze dus een klein risico liepen te worden gearresteerd door de Oost-Duitsers. Een bijzonder stukje voormalig niemandsland bevindt zich verder in het West-Berlijnse stadsdeel Tiergarten, de zogenaamde Lenné-draaiek. De gevolgen van toen zijn ook in de tegenwoordige tijd nog te merken. Zo'n jaar of 10 geleden waren er nog rellen rond dit gebiedje, waar nu vooral megadure kantoorgebouwen staan. Doordat de opdeling van Berlijn in sectoren volgens bestaande wijken ging, hoorde dit gebiedje ter grootte van bij benadering 3 tot 4 voetbalvelden tot de oostelijke sectoren en kwam dus onder jurisdictie van de DDR. Bij de bouw van een muur werd het deel echter overgeslagen omdat bij een opstand in 1953 het laatste gebouw dat er na de oorlog nog overeind stond en in gebruik was in brand was gestoken en daardoor verwoest. Het gebiedje nabij de Brandenburger Tor werd vervolgens vlak gemaakt. Met de bouw van de muur werd een simpel hekwerk aangebracht. Dit hekwerk werd door West-Berlijners op verschillende plekken vernield en zo ontstonden er verschillende platgetreden paden door het gebiedje als afsnijding van routes binnen het West-Berlijnse gebied. Al die tijd gold er de Oost-Duitse wetgeving en was het gebied ook taboe voor West-Duitse politie en andere overheidsdiensten. In 1988, anderhalf jaar voor de val van de muur, vond een gebiedsruil plaats waar de Lenné-draaiek ook onder viel. Het West-Berlijnse stadsbestuur wilde er een belangrijke verbindingsweg op aanleggen. Op 31 mei van dat jaar werd het verdrag voor de gebiedsruil getekend dat vervolgens op 1 juli zou ingaan. Op 26 mei werd het terrein door zogenaamde linksalternatieven uit West-Berlijn bezet en werd er een tentendorp opgezet. Het doel was om de overheid ertoe te bewegen om in de voorgaande jaren ontstaande ongerepte natuur te beschermen en te behouden. De West-Duitse politie stond machteloos. Betreden van het gebied op dat moment zou een diplomatiek incident betekenen en misschien dat het hele verdrag daarmee op losse schroeven zou komen te staan. En het was tegelijk ook niet meer in het belang van de Oost-Duitsers om tegen het tentendorp op te treden. Gelijk 's ochtends op de eerste dag dat de West-Duitse politie er mocht komen, werd vervolgens het tentenkamp door honderden politieagenten geruimd. Niemandsland kan ook een gebied zijn of een stuk land waar twee staten het niet over eens worden. Zo wist men in 1843 niet te besluiten of een bepaald stukje land tot Baarle-Nassau, dat wil zeggen Nederland, of Baarle-Hertog, België, zou gaan behoren.
Pas in 1995 werd dit terrein aan België toegewezen bij een internationale procedure, waarbij het enclave nummer 22 werd van de Belgische gemeente Baarle-Hertog, die gedeeltelijk binnen Nederland ligt. Het perceel van 0,2632 hectare groot had voor 1995 ook echt de naam Niemandsland. Terra nullius, wat inderdaad niemandsland betekent, is een term die oorspronkelijk uit het Romeins recht afkomstig is. De term heeft een kwade geur doordat het in de 16e en 17e eeuw in Europa in juridische zin stond voor niet ontwikkeld land. Bouwde je er naar Europees voorbeeld steden op of cultiveerde je het als landbouwgebied, dan was het land ontwikkeld en geen niemandsland meer. Wanneer je op het land leefde zoals de primitief beschouwde oorspronkelijke volkeren in Amerika, Afrika, Azië en Oceanië deden, dan was het land niet in ontwikkeling gebracht en mocht degene die het plan had het te ontwikkelen volgens de wet dit grondgebied in bezit nemen. Ten slotte is er nog het begrip condominium. Een condominium is als de soevereiniteit van een territorium door twee of meer machten, dus bijvoorbeeld door twee landen, wordt gedeeld. Het is een heel zeldzaam verschijnsel, alleen al omdat het snel tot conflicten leidt. De meeste voorbeelden van hooguit een dozijn wereldwijd zijn hier in de regio te vinden in Europa. Het Bodemeer wordt bijvoorbeeld als territorium beschouwd van zowel Zwitserland, Duitsland als Oostenrijk. Het verzante eiland in de rivier Bidassoa ligt tussen Spanje en Frankrijk en is sinds 1649 een condominium van beide landen. De ene 6 maanden valt het onder de Spaanse wetgeving, de volgende 6 maanden onder de Franse. Op het eiland hebben diverse historisch belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, onder andere het sluiten van het Verdrag van de Pyreneeën. Hoewel het een flinke mate van autonomie had, was de micronatie neutraal Moresnet, die zich tot aan de Eerste Wereldoorlog onder het Nederlandse Faals bevond, ook een condominium van de Nederlanden, later van België samen met Pruisen. Ja, er zijn prachtige verhalen hierover. Ik zal eens kijken of ik dat nog vlug kan vertellen. Bijvoorbeeld was er in Zeeuws-Vlaanderen ooit een frietenbakker. En die stond op een parkeerplaats precies op de grens. Hij verkocht de frieten aan de Belgische kant. En hij bakte ze aan de Nederlandse kant. Want in België had je een bakvergunning nodig. En in Nederland een ventvergunning. En op die manier had hij geen vergunning nodig. Een ander voorbeeld was een Turkse, ja, toen heette dat gastarbeider, die met zijn gezin naar Berlijn verhuisde. En die ontdekte dat er op een parkeerplaats in Berlijn, dat die parkeerplaats, een grote parkeerplaats waar weer meerdere auto's stonden, dat die deels tot de DDR behoorde. Op het stuk van de DDR, dus aan de West-Berlijnse kant van de muur, zetten die twee zeecontainers op elkaar. In de bovenste ging het gezin wonen en in het onderste begonnen ze een groentezaak. West-Berlijn kon er niks aan doen en Oost-Berlijn was wel genegen om West-Berlijn eens een keer flink te pesten. Dat deden ze wel vaker. Dus die hadden zoiets van, nou, we treden lekker niet op tegen deze man. En die heeft daar dus jarenlang met zijn groentewinkel gezeten en zijn gezin. Toen de muur viel, toen besloot na enig aarzelen het gemeentebestuur om de situatie te handhaven. En ik heb 10 of 12 jaar geleden nog een keer een artikel gezien dat de winkel nog steeds bestond. In de zeecontainers. Het waren wel zijn kinderen inmiddels die de zaak runden, maar ja, dat soort verhalen zijn geweldig. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.